Een legendarische sportzoon en een volksmens. Zo memoreerde president Chandrika Prasad Santokhi op zondag 28 maart bij de uitvaart van Hari Bujavan. Bujavan, directeur-eigenaar van Kobo Holding, verwisselde op 24 maart het tijdelijke met het eeuwige. De voetbalfanaat en fanatiek zangvogelliefhebber werd in leven uitgeroepen tot zangvogelsporter van de 20ste eeuw. Het staatshoofd blikte terug op de verdiensten van Bujavan. Familie Bujavan en alle andere vrienden, kennissen, te condoleren, veel sterkte toe te wensen. Namens de regering, maar ook als VHP-voorzitter. Want Hari Bujavan was erelid van de VHP. Als er vandaag geen COVID-beperkingen zouden hebben, dan weet ik niet of de straten hier in de buurt nog ruimte zouden hebben om vandaag afscheid te komen nemen van de heer Bujavan. Omdat hij een geliefd mens was. Naar alle delen en lagen van de samenleving. Naar alle groepen. Maar met name naar sociaal zwakken was hij tegemoetkomend. Als mens, met zijn bedrijf, met zijn stichting, de Foundation. Hij hielp zijn medemens. En zulke mensen hebben we nodig in deze tijd van crisis, waar velen uitkijken naar die ondersteuning. Ik heb de staat van dienst gehad van de heer Hari Bujavan. En ik herken heel wat van de zaken terug toen ik hem recentelijk nog mocht ontvangen op het paleis. Nadat ik teruggekomen was uit het buitenland. En dat zijn zaken die te maken hebben met ondernemerschap. Een persoon die heeft laten zien dat daar waar in de wereld moderne industrieën opkwamen, met de toepassing van technologie, dat hij in staat was die dingen ook hier in Suriname te doen. En hij heeft het ook gedaan. Maar hij liet me nog zoveel projecten zien die hij graag nog zou willen doen. Vele projecten die een bijdrage zouden leveren aan die versterking van de economie, aan het creëren van werkgelegenheid, maar ook Suriname een leidende rol te kunnen geven in die industriële ontwikkeling. En de prestaties die hij geleverd heeft, daarvoor heeft hij verschillende beloningen gehad, huldigingen gehad, de hoogste onderscheiding gehad, nationaal en internationaal die erkenning gehad. Laten we vandaag met trots afscheid nemen van een echte Surinamer. Laat hem bedanken voor alles wat hij gedaan heeft. Voor ons als land. Voor ons als natie. Laat hem bedanken dat hij ondernemers hoop gegeven heeft. Dat je kan ondernemen, ondanks barrières. Ondanks moeilijke omstandigheden. En ik dank hem ook voor de bijdrage die hij geleverd heeft. Als vader, als opa, als adja. Als nana, als vriend, als makker. En dat we hem daarmee dan ook een goede plaats in ons hart hebben gegeven. Namens de regering, nogmaals, gecondoleerd. Veel sterkte aan ieder toegewenst broeder. Hari, goede reis toegewenst. En bedankt voor alles wat u gedaan heeft voor land en volk. Om Shanti. Shanti, shanti.
Dario Bujawan was a supporter van de EU. Hij was lid van de Zangvogelbond. Hij was ook tevens erelid van ons. En hij was onafgebroken kampioen in de Toto-categorie. Hij is ook in de Roti en de Picolet-categorie ook kampioen geweest. Vandaar de sporter van de EU-onderscheiding. En hij was een van de grote sponsoren van de organisatie. Er is geen evenement die hij niet heeft gesponsord. Dus hij was een heel belangrijk persoon voor ons. En wat verliest de zangvogelsport in Suriname aan meneer Harry Persat? Door de heer Harry Bujawan, we verliezen daarbij een van de grote zonen in de zangvogelwereld. Niet alleen de sponsor verliezen we, maar we verliezen iemand die het heeft kunnen klaarspelen om jarenlang onafgebroken kampioen te zijn. Iemand met kennis, iemand met die daadkracht, iemand die discipline heeft. En het is een hele grote zware klap voor ons, omdat hij de tweede toppersoon is binnen de organisatie achter elkaar. En ik denk dat wij nog even dit moeten verwerken om erover te komen. En heeft u een boodschap voor de familie en voor de zangvogelsporters, de campagne? Nou, de familie wil ik zeggen, ik wil ze natuurlijk condoleren en sterkte toe wensen. De deuren van de Zangvogelbond zijn altijd open voor hun. We blijven nog in contact. En de mensen die thuis zijn in de zangvogelsporters wil ik vragen, nemen jullie een voorbeeld van deze sporter? Hij heeft ook een geschiedenisboek gemaakt, het komt binnenkort uit. Het geschiedenisboek bevat letterlijk alles van de afgelopen 60 jaren die de zangvogelwereld eigenlijk heeft meegemaakt, de hoogtepunten. En dat is een stukje geschiedenis die deze topsporter voor ons heeft achtergelaten. En ik zou zeggen aan de jongeren, neem jullie een voorbeeld van deze sporter, doorzetten, dat is belangrijk. Nou, u zegt het al, ik neem ook deel aan deze uitvaart van de heer Bujawan. Als een speler, trainer en als voetbalzoon heb ik hem jaren meegemaakt. En de begeleiding en ondersteuning die hij gegeven heeft aan ons als voetballer, voornamelijk de voetballers van voorwaarts, was een wezenlijke bijdrage. Het was een vaderfiguur die op de eerste plaats niet hielp, maar hij leerde je problemen op te lossen, waardoor je verder kon gaan in de maatschappij als niet-voetballer. En met dit groot verlies, wat verliest de voetbalwereld met het heengaan van meneer Bujawan? Met dit verlies van de heer Bujawan verliest de voetbalwereld, vooral in Suriname, een grote vader, een ondersteuner die succesvol door het leven leerde gaan. Door hard werken, een sterke discipline en vooral die grote eerlijkheid aan de dag leggen. Dat waren eigenlijk de belangrijke pilaren die je kon meekrijgen van de heer Bujawan. Yeah.